En we besluiten het journaal met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot morgen 21 juni. Aan het begin van de avond kunnen nog enkele lokale buien in het kustgebied en binnenland van Suriname voorkomen. Naarmate de avond vordert, nemen de buien geleidelijk af en is het tijdelijk bewolkt. Aan het eind van de nacht en reeds gedurende de vroege ochtenduren ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgen, woensdag 21 juni, is het tijdens de ochtenduren tijdelijk bewolkt met zonnige perioden. Voornamelijk in het kustgebied en in de late middag kan er plaatselijk lichte tot soms kortstondige matige buien, mogelijk met onweer en windstoten, ontstaan.